Goedendag, hier weer het Video Weekbericht. Ik wil beginnen met een grafiek over de rente. Daar wordt heel veel over gesproken de laatste tijd. En mijn ex-collega's van de Volksbank hebben een heel mooi modelletje gemaakt op basis van de goudprijs en de koperprijs. Het werkt vrij simpel. Op het moment dat de koperprijs stijgt, betekent dat er heel veel economische vraag is, gaat de rente omhoog. Op het moment dat de goudprijs stijgt, is uh, problemen en dat betekent dat de rente meestal daalt. Nou, op die basis kan je dus een heel mooi theoretisch model maken van wat de rente zou moeten staan. En wat dan opvalt, als u nu kijkt, is dat de rente een stuk hoger zou moeten staan, hè, op 1,35%, dan de 0,92% dat die nu daadwerkelijk staat. Oftewel, er is wat opwaartse potentie en ik weet niet of aandelenmarkten dat wel zo leuk vinden. Dan, aandelen zijn natuurlijk heel erg duur vanwege die hele lage rente. Als we naar de PI e. kijken, die staat nu op 33,1. Dat is alleen nog maar in 2000 hoger geweest. Zelfs in 1999 was die nog niet zo hoog. En dat geeft dus wel aan dat sommige mensen wel bang worden voor deze hoge waarderingen. Maar door die hele lage rente, als je die waardering vergelijkt met die lage rente, kom je op de risicopremie uit. En de risicopremie is op dit moment 2%. Nou, je ziet hier 2%. Is eigenlijk over de afgelopen 15 jaar een vrij normaal percentage. Ik ben nou gelijk maar teruggegaan tot hele verre data. Dat zijn de Chile-data. Die kunt u op zijn site vinden. En dan uh, ziet u deze data. Dan kun je zelf een beetje ook mee rekenen, is allemaal mooi te downloaden. Maar die 2%, om even op terug te komen, is vrij normaal. Dan het is weer tijd van het jaar. De voorspellingen uh, komen uit de lucht vallen. Maar wat zijn ze eigenlijk waard? Deze grafiek vond ik wel heel erg mooi. Hier is gekeken van: oké, okay, wat is de voorspelling? Um, en wat is er uiteindelijk uitgekomen? En dan blijkt dat de consensusvoorspelling ongeveer in de helft van de tijd goed zit, en de andere helft van de tijd fout. Geen mooie score, dan weet u gelijk wat het allemaal waard is. De. Uh... Beleggingsbanken, de investeringsbanken hebben daar niet zoveel moeite mee of ze goed of fout zitten. En zij rekenen hun fiets toch wel als er aandelen geplaatst worden en die worden er bij Mars geplaatst. Het afgelopen half jaar, en dat is nog niet eens voorbij, en er moeten nog een paar grote komen zelfs, uh, is al een van de beste geweest in de afgelopen decennia. Alleen in 2015 was het nog wat beter. Maar voor de rest is het een heel mooi half jaar geweest. Dus alle bonussen kunnen ze mooi incasseren terwijl ze in een pyjama, in hun pyjama achter een laptop thuis zitten. Dan vrijdag wordt een hele bijzondere dag. Op het slot vrijdag komt Tesla in de S&P 500. Daar is er is al veel over gesproken. Er moet voor ongeveer 100 miljard aan aandelen worden gekocht. Hier ziet u de beurswaarde. Het is nog nooit gebeurd dat zo'n fonds in één keer zo fors in de index komt. Er is al flink op vooruit gesorteerd. De vraag is natuurlijk volgende week vrijdag of het te veel of te weinig op vooruit is gesorteerd. Dit zijn wel hele grote bedragen. Dus we kijken er met spanning naar uit. En wellicht dat de koers daar flink op gaat fluctueren. We gaan het zien. Ik kijk er in ieder geval naar uit. Dan de agenda voor de komende week. Leuke agenda. We hebben weer een hoop te doen. Laatste echte grote Economenweek. Um, met wat centrale banken. Met de IFO-index. Um, en natuurlijk de PMI-flash waar iedereen naar gaat kijken. Dus genoeg te doen. Ik wens u dan ook veel plezier. En tot volgende week. Bedankt voor het kijken.